het genot van een bakje koffie heb ik zometeen een hele praktische video. Ik laat jullie zien hoe je omgaat met, hoe ik omga met verstelgoed. En ik laat jullie een stukje video zien van onze handwerkclub die we hier in Apeldoorn hebben. En we sluiten af met een kaart. Ja, je hebt het allemaal wel eens in je dagelijks leven, dat je op een gegeven ogenblik, ja, je trekt 's avonds je onderbroek aan en je trekt er een gat in. Of de handdoek, ach, lus je kapot. Of, zoals ik weer pas, mijn zoon. Maar in mijn allermooiste trui zit een gat en kun je daar nog wat mee? Nou, gewoon van die hele praktische dingen. En ik dacht, weet je, dit zijn nou gewoon dingen, hoe ga je ermee om? Hoe ga ik ermee om? En ik denk dat het misschien wel eens leuk om even te laten zien. Kijk, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik een gat in de sok echt niet meer maak. Zoals ik mijn oma nog zag doen. Hè? Die nam altijd een of ander potje en dan spannen ze de sok zo mooi omheen. En daar werd die mooi gemaast. Maar dat doe ik allemaal niet meer. Maar op een gegeven ogenblik, ja, een lusje, een gat in je onderbroek, een gat in je trui. Nou ja, dat repareer ik allemaal toch wel, want ik vind het zonde om kleding daarom weg te gooien. In ieder geval van, ja, een gat in je onderbroek. Zit perfect op een naadje, dus dat kan ik zo meteen heel mooi maken. Hier een trui van mijn zoon. Is een schouder, een klein gaatje. Ik denk, ja, dat ik het mooi precies op een naad kan ik hartstikke goed nog maken. Dus die gaat zo meteen ook gemaakt worden. En mijn zoon die kwam met een broek. Die draagt allemaal van die wijde broeken. Dat is tegenwoordig helemaal mode. Maar deze had hij gekocht. En ik dacht, maar ik vind hem toch eigenlijk een beetje te wijd. Kan je daar nog iets mee? Ik dacht, ja, daar zou ik best wel iets mee kunnen. Ik kan natuurlijk gewoon die pijp innemen. En dan, ja, dat hij in ieder geval een stuk smaller wordt. Maar ik dacht, hé, dat is nou een karweitje. Dat ga ik even uitbesteden. Want wij hebben hier in Apeldoorn een zaak die maakt vermaakt kleding. Daar kun je terecht voor als het een en ander kapot is ook. Dus die broek die ga ik straks even wegbrengen. Maar deze andere twee dingen, een trui en een onderbroek, ja, die ga ik gewoon zelf maken. Hoe doe jij dat? Heb jij altijd zoiets van, nou op, weg ermee? Of ga je ook aan de slag? Ik ben eerlijk gezegd, deze broek ligt er denk ik wel een maand. Want ja, het zijn niet de klusjes die ik nou super leuk vind om te gaan doen. Dus ik denk altijd van, oké, ja, heb ze nog onderbroeken? Ja. Kan nog even wachten, ja. Het is wel lekker van het uitstelgedrag, weet je wel. Maar goed, ik denk nu voor deze video kan ik wel eens even aan de slag. Je zoekt een kleurtje wat natuurlijk overeenkomt met de kleur, ja, in dit geval van de onderbroek. En dan heb ik al de naald en de draad. Ik knip hier even wat overtollige draadjes af. Het begint natuurlijk altijd met goed gereedschap. Dat is altijd heel erg belangrijk. Dus ja, zorg eigenlijk altijd dat je een basispakketje gewoon in huis hebt. Aan standaardkleuren garen, een goede schaar. Sowieso een paar naalden en een paar spelden. En ja, dan kun je gewoon altijd op het moment dat er iets op doet, kun je aan de slag. Ik begin met een aantal steekjes op elkaar te maken, als het ware aanhechten. En wat ben ik nu ontzettend blij met mijn nieuwe bril, want ja, ik zie alles weer helemaal prima. Drie steekjes op dezelfde plaats en hij zit vast. En ja, dan maak je gewoon kleine steekjes. En dan, je kan dit natuurlijk ook gewoon prima op de naaimachine doen. Maar ik vind het altijd een heel werk om de naaimachine voor zoiets helemaal in te stellen en naar beneden te halen sowieso. Want ik moet hem, ik kan hem niet standaard laten staan. Maar anders zou je het natuurlijk prima even onder de naaimachine kunnen doen. Maar ik doe het even met de hand. En met kleine stiksteekjes. En dan, dan heb ze straks weer een broek die helemaal goed is. Ik ga zo meteen nog een zigzagje eroverheen zo. En dan zal ik eens kijken of het resultaat een beetje tot tevredenheid is. Controle. Ja, het gaatje is dicht. Het ziet er prima uit. En ik geef als afhechtsel
Doe ik precies hetzelfde. Zet ik even 3 steekjes zo op elkaar. Dan heb ik weer afgehecht. Draadje afknippen. En dan kan deze onderbroek gewoon weer lekker in de kast. Kijk, en dat zijn nou van die dingen dat ik denk, oh, waarom heb ik dit zo lang laten liggen? Ja, ik weet het ook niet. Dus hoe lang ben ik bezig geweest? 3-4 minuutjes en het is klaar. Maar zo gaat het wel eens in het leven. Lekker uitstelgedrag, herken je dat? Goed, de trui van mijn zoon die ga ik zo meteen zelf nog even maken. Want ja, dat zal ook niet veel meer dan 4 minuutjes duren. Even kijken. Ik heb maar weer een oud werk meegenomen. Ja? Een keer van die halve voetjes maken voor in het ziekenhuisje. Oh ja. Dat ze mensen zo'n teensokje meegeven. Ja, dat zei je. Voor het gips. Ja, dan moet je wel dus met meer pennen, of dan kan je ronddraaien. Ja, dat kun je wel. Ja, met een ronddraaienaal ook echt gewoon een best goed. Dat is tijdens het bereiken voor een hele serieuze bereik. Ja. En dan gaan we nog een kaart sturen. Ik stuur een kaart naar een meisje. Wat in een brandwondencentrum ligt. Ik heb het al eerder laten zien. Dan haal ik uit Visie. Dat is het tijdschrift van de EO. En daar haal ik dan van die namen uit. Ik heb net 2 leuke kaartjes gekocht. Een dikke knuffel. Of deze hele leuke met zo'n vrolijke ballon. Ik denk, nou, ik ga dit keer voor de... Ja, vind ik altijd nog lastig ook, hè? Een dikke knuffel. Nou, een vrolijke ballon. Ja, het is daar natuurlijk best wel een heel verdrietig gebeuren. Dus dat kind opvrolijken met een leuk kaartje. Hey, doe je mee aan lichtpuntjes versturen voor mensen die dat goed kunnen gebruiken? Dan hoop ik er volgende week weer te zijn met mijn eigen breiwerk.